dierbare vrienden. In het evangelie van deze zondag wordt Jezus geconfronteerd met de vraag van een schriftgeleerde. De bedoeling van die schriftgeleerde is niet al te zuiver, want hij stelt de vraag om Jezus op de proef te stellen. Maar zijn vraag is wel zeer pertinent. Het is wel een zeer ernstige vraag. Wat moet ik doen, vraagt hij aan Jezus, om het eeuwig leven te verwerven? Het is de vraag naar het essentiële. Naar datgene waar het in ons leven uiteindelijk op neerkomt. En het is de schriftgeleerde die het antwoord geeft. Hij zegt, en hij citeert de schrift uit het boek Deuteronomium. Hij zegt, God liefhebben met heel je hart en je naaste als jezelf. Opvallend toch, het is de schriftgeleerde zelf die het antwoord geeft. Jezus moet het alleen bevestigen. God liefhebben met heel zijn hart. Dat is dus het eerste, het belangrijkste, om het eeuwig leven te verwerven. Dat weet je, vrienden, al van oudsher zoekt de mens naar waarheid, naar schoonheid, naar geluk. En hij zoekt in dat alles, misschien zonder dat hij het weet, naar God. Want in de mens leeft een diep verlangen, een hunkeren, naar iets of iemand die ons hart helemaal kan vervullen. Want ons hart is onrustig, dat schrijft Augustinus. Onrustig tot het rust vindt in u, o God. Juist dat verkondigt het evangelie. Dat wij door God gekend en bemind zijn. Dat wij, hoe onvoorstelbaar dat ook is, dat wij hem alles waard zijn. Dat hij ons gewijd heeft. Zozeer heeft hij ons lief gehad, dat hij ons het dierbaarste wat hij had, heeft gegeven. Zijn eigen kind, zijn zoon. Beeld van de onzichtbare God en eerstgeborene van heel de schepping, zoals we het zo prachtig hoorden in de brief aan de Colossenzen. En sindsdien heeft hij zijn lot aan onze verbonden in een nieuw en eeuwig verbond. Dat is het hart van het evangelie, ook vandaag. Weten dat wij door God gekend en bemind zijn. En dat wij op onze beurt schamele mensen hem kunnen liefhebben. En dat dat ons geluk is. De zin van ons bestaan. Dat is het allereerste wat ons vandaag als kerk te doen staat. Met alle uitdagingen waar we in deze zo veranderde tijd voor staan, terugkeren naar het essentieel, naar God. Beste Geert, en aan de jongen en Kevin en Jan, daarvoor worden jullie straks priester gewijd. Om die vraag van de schriftgeleerde te helpen beantwoorden. Om mensen te helpen te onderscheiden waar het in het leven op aankomt. Om mensen in hun zoektocht naar God te helpen in hem te geloven, naar hem te luisteren, tot hem te bidden en hem lief te hebben. Wees in die zin goede herders. Zeg niet, och dat is veel te mooi wat gezegd, veel te spiritueel, veel te ver van ons leven. Je hebt het gehoord in de eerste lezing uit het boek Deuteronomium. Het woord is niet ver van. Het is niet buiten uw bereik. Het is dichtbij. Het is in uw mond. Het is in uw hart. En de laatste woorden van de lezing was, gij kunt het dus volbrengen. Maar er is niet alleen het eerste gebod. Er is ook het tweede. Onlosmakelijk verbonden met het eerste. Want wie God zoekt, wordt niet wereldvreemd. Je krijgt een nieuw hart,
en nieuwe ogen in je bemerkt, je medemens. Niet alleen je verwanten en je vrienden, maar ook wie je niet kent, wie op je levensweg komt, met wie je zogenaamd niets te maken hebt en die het misschien ook zelfs niet verdient. Zoals de Samaritaan in het evangelie, die de naaste werd van hen die in de handen van de rovers was gevonden. Wie God zoekt, krijgt ook een groot hart voor de mensen. En je loopt niet meer in een boog om hen heen, zoals de priester en de leviet. Vrienden, het is zo'n droeve misvatting vandaag, dat wij, omdat wij gelovig zijn, wereldvreemd zouden zijn. Het tegendeel is maar nog te waar. Wie God ontdekt en het leven met hem probeert te delen, die vindt daar een bron van ware humaniteit. Die diepe menselijkheid mag de kerk nooit uit het oog verliezen. Zij is er om ons te leren God lief te hebben, maar ook om ons te helpen, onze medemens lief te hebben. Hoe verscheiden hij ook van ons is. En daarom, vrienden, mag je nooit hooghartig zijn. Je mag je nooit hoger wanen dan de anderen. Maar meelevend en meevoelend, niet heersend, maar dienend. En ik was blij in het getuigenis dat we gehoord hebben over elk van u, dat dit alles daar zo sterk in aanwezig is. Niet heersen, maar dienend. Beste Geert en Anthony Jude, Kevin en Jan, dat is voor jullie toekomstige opdracht zo belangrijk. Priester en herder zijn vandaag in de kerk. Het is zoiets moois, ik kan het u zeggen. Het is ook zoiets zo belangrijk voor de kerk. Maar je wijding heeft je nooit het recht je te verheffen boven de anderen. Vergeet niet dat je enkele tijd terug diaken bent gewijd. Een dienaar van de Heer. Je zult voortaan de gemeenschap voorgaan, ook als ze de Eucharistie viert. Maar vergeet niet dat Jezus dezelfde avond voor zijn lijden de voeten van zijn leerlingen gewassen heeft. Het is wat Paus Franciscus ons uitdrukkelijk vraagt. Geen predikamer, maar in de diepe zin van het woord een synodale kerk te zijn. Goede vrienden, door het doopsel behoor je al Christus toe. En door de wijding word je nu op een heel bijzondere wijze zijn medewerker. Hecht je altijd aan hem, als ranken aan de wijnstok. Hij is het hoofd van het lichaam, hoorden we in de Colossense brief. Het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is in alles de oorsprong, ook in uw zending. Zonder hem kunt gij niets. Zoek hem met heel je hart. Zoek hem in het gebed. Zoek hem in de Eucharistie. Zoek hem in de gemeenschap die aan jullie zal toevertrouwd worden. Zoek hem in allen die je zult ontmoeten. Altijd met een groot hart, zoals de barmhartige Samaritaan. Je zult Gods volk leiden en voorgaan. Maar je zult ook altijd te vinden zijn midden van dat volk. Want je bent allereerst ook zelf een leerling van Jezus. En het is alleen nog niet voorwaardelijk dat je ook priester kunt gewijd worden. Maar wees niet bevreesd. Ik zeg het nogmaals, het is iets heel moois priester te kunnen zijn in onze samenleving, die zo veranderd is, maar waar onze opdracht altijd dezelfde blijft. Mensen in contact brengen met God. Mensen in contact brengen met het evangelie van onze Heer Jezus. Mensen te leiden en voor te gaan als goede herders. En vergeet nooit die mooie woorden die we vandaag in het boek Deuteronomium mochten horen. Het woord, en dat is Christus. Het is dicht bij u. Het is in uw mond en in uw hart. Gij kunt het dus volbrengen.